Welkom. Vandaag gaan we kijken hoe we de pH van een basische oplossing kunnen berekenen. We hebben eerder in eerdere filmpjes gezien dat een zuur een H+ afstaat. Ja, en het kenmerkend deeltje van een zure oplossing is een H+ ion. En we gaan vandaag zien dat een base die kan een H+ opnemen. En het kenmerkend deeltje van een basische oplossing is een OH- ion. En dat is, zoals je dat ziet, dat is een samengesteld ion. Als we even teruggaan, dan zien we dat hier een pH-schaal staat. We weten links van de 7, dus kleiner dan 7, dat noemen we een zure oplossing met een lage pH. En als iets een hoge pH heeft, ja, dan noemen we dat een basische oplossing. Vanuit die zure oplossing konden we heel makkelijk via een H+ concentratie de pH berekenen. Maar nu met een basische oplossing moeten we daar een omweg in doen. Namelijk, we kunnen van de OH- concentratie kunnen de pOH bepalen. En de pH plus de pOH, dat levert altijd 14 op. En dat kunnen we gebruik maken om alsnog via een omweg de pH te berekenen. We gaan dat doen naar aanleiding van twee voorbeelden. Ja, twee keer een sterke base. Wil je weten hoe je met een zwakke base moet werken? Dan moet je even teruggaan naar het vorige filmpje van sterke en zwakke zuren. Ja. En die sterke en zwakke zuren en die zwakke zuren, die kan je de pH van berekenen met een BOE-tabel. Een begin, een omgezet en een eindsituatie. En precies hetzelfde doen we hier met een base. Maar ik laat je zien hoe we met die sterke base moeten werken. Die sterke base, die zijn een beetje lastiger, want die sterke base, die zie je vaak niet terug in BINAS 49 op het eerste gezicht. Ja, zoals bijvoorbeeld NaOH. Grootsteen ontstoppen daar wordt het voor gebruikt. NaOH valt uiteen in losse ionen als ik dat oplos, natrium en een hydroxide ion. En dat hydroxide ion, dat kunnen we dan wel weer terugvinden in BINAS 49. Die BINAS 49 die staat voor de base precies andersom als voor de zuren. Ja, dus van de zuren beginnen we linksbovenin met de sterke zuren en dan gingen we zo naar beneden naar de zwakke zuren. En de basen zijn precies andersom. Ja, we beginnen rechts onderin, helemaal rechts onderin op de tweede pagina met de sterke basen. En gaan dan hoe verder je omhoog komt, des te zwakker wordt die basen. Stel je nou voor, ik los een 0,100 mol op in een liter water, ja, van het natriumhydroxide. Ja, en dan wil ik de pH van berekenen. Nou, ik kan berekenen wat de OH- concentratie is, want als dat oplost zie ik een molverhouding van 1 staat tot 1 staat tot 1. Want een sterke base is net als een sterke zuur, dat ioniseert compleet. Dus als er hier 1 staat, ja, dan staat daar de rest van de pijl ook 1. Dus als dit 0,100 mol NaOH is, dan wordt dat 0,100 mol hydroxide ionen. En ik los dat op tot een liter water. En dus is mijn concentratie 0,1 mol per liter of molair. Goed, de pOH die bereken ik precies zoals de pH. Ja, de minlog van mijn concentratie OH-ionen. Dat is 1, zie je in dit geval. En we konden gebruik maken van dat trucje dat de pH plus de pOH is 14. Dus dat doe ik ook. 1 plus de pH levert mij 14 op. Dus de pH is 13,00. Let goed op, ja, dat je wat meer decimalen in je pH gebruikt. Ja, aantal decimalen zijn aantal significante cijfers. Tweede voorbeeld, sterke base, K2S. Dat is een zout. Ja, dat is een zout. En we zien hier dus ook weer niet heel makkelijk, ja, wat hier nou de base van is. Toch, ja, als we dat gaan oplossen, zien we dat er 2K+ plus S2-. Ja, allebei opgelost in water. En die S2-, het negatieve ion, dat zien we vaker. Het negatieve ion kunnen we wel in die BINAS 49 vinden. Dat S2-ion dat reageert met water, zoals je hier ziet. En dat wordt dan een HS-ion en een OH-ion. En dan hebben we hem weer. Dat is dus mijn karakteristieke deeltje van een basische oplossing. Goed kijken, ja, dat je de lading rechts van de pijl, 2 keer een min, hetzelfde hebt als links van de pijl. 2-, daarmee check je jezelf, ja, of je een goede reactieformule hebt opgesteld. Goed, als we dan uiteindelijk dat OH- weer zien verschijnen naar de tweede reactieformule, dan kunnen we daar een rekensom mee doen. Stel je voor, ik los 10 gram K2S op in een liter water. Wat wordt de pH? Nou, ik moet eerst die gram natuurlijk omzetten met de molaire massa van K2S in een hoeveelheid mol.
Nou, de molaire massa bereken ik 2 keer de massa van kalium en 2 keer, of 1 keer de massa van een zwaveldeeltje. En die tel ik bij elkaar op, dan kom ik op 110,26. Dan deel ik die 10 gram door mijn totaal van 110,26. En dat is 0,091 mol per liter, want ik los dat op tot een liter water. Als ik dan weet van oké, zoveel mol heb ik opgelost, dan weet ik ook dat dit een 1 op 1 verhouding is. En dus dat wordt ook mijn OH-min-concentratie. Dus met die OH-min-concentratie kan ik de pOH berekenen. Ja, dat is dus hetzelfde wat we hierboven hebben gedaan. Dus de minlog van mijn OH-min-concentratie. En dan kan ik ook weer gebruik maken met die pH. Dus pOH is altijd 14 om tot een pH te komen van 12,96. En voor mezelf ook weer even een snelle check. Klopt dat? Is een pH van 12,96 een basisoplossing? Ja, dat klopt. Dus waarschijnlijk zit ik goed. Ik zit rechts van de 7. Dus dat is correct. Goed, veel mee oefenen. Ja. Als je vragen hebt, stel ze hier in de comments. Ik beantwoord ze altijd. Misschien vind je een van mijn andere filmpjes interessant. Of help je. In ieder geval heel veel succes. Een samengesteld ion. Ja, dus een zuur kan een H+ opnemen en een zuur kan een H+.